Is Van der Wiel absoluut niet door die deur gelopen? Nou, Van der Wiel is hard bezig om daar doorheen te komen lopen. Maar ja, die speelt niet altijd regelmatig. En ik vind dat op zijn positie Van Rijn en Jan Maat het zeer goed doen. Ik heb daar geen problemen mee. Want daar gaat het natuurlijk altijd om dat je moet vergelijken. En op bepaalde posities heb ik geen invulling of weinig. En dan moet je wel eens van je filosofie afgaan. Omdat je toch de betere voetballers wil selecteren. Is ook een verplichting voor een bondscoach. Dus want jullie vergelijken dan altijd graag. Dus ik ga jullie al het gras voor de voeten wegmaaien natuurlijk. Afolai, die heeft niet altijd 90 minuten gespeeld. Maar ik vind hem wel een hele goede voetballer. En ik kan er niks aan doen dat Ver geblesseerd is. En Maher willen wij met z'n allen, belangrijke stap voor het Nederlandse voetbal, voor de ontwikkeling van het jonge talent, willen wij dat zij op de Europese kampioenschappen uitkomen. Dus dan ga ik verder kijken. En dan moet ik Afellay vergelijken met anderen in die positie. Nou, dan ga ik er maar vanuit dat Afellay dat kan invullen.